Bob Peters is toch iemand met de nodige ervaring en zo. En laat ons hopen dat hij de nodige schwung er kan inbrengen. Hè. Want echt heel veel tijd heeft hij niet gekregen, hè? Nee, maar heel dikwijls dat een verandering van trainer een soort van schrik-effect geeft en de nodige mensen wakker schudt. Als het een beetje meevalt, is het misschien ook een fantastische start voor een nieuwe trainer. Hè? Dus Wenk, in voetbal kan alles. Iedereen kan van iedereen winnen, iedereen kan van iedereen verliezen. We hebben vanmiddag ook gezien, Anderlecht Oagel. Op papier zou geen probleem mogen zijn en toch wordt het nog misschien een moeilijke match. En uiteindelijk, dus ik zeg het, ik denk dat we er moeten hoop in hebben dat het wel kan lukken. En kan een mooie start betekenen voor Bob Peters. Allee, ik kan het hem wel persoonlijk. Is het een heel andere trainer dan Arjen van Veldhoven volgens u? Daar kan ik niet echt op antwoorden. Ik denk het wel. Bob Peters, zoals ik hem ooit leren kennen heb, het is een losse trainer, maar wel correct. En ik denk dat dat voor Westerlo, ons Kempense ploeg, dat dat te goede komt. Dat is een goede keuze volgens u? Ik denk het wel. Ik hoop dat dat uitkomt. Hè? Ik vind het wel leuk dat hij opnieuw een kans krijgt hier bij Westerlo. Ik vind dat wel sympathiek. Ik denk dat het een jongen is die nog wel een kans verdient. Die wel misschien een paar goede resultaten nodig heeft om echt terug gelanceerd te worden. En dan eventueel wat stappen vooruit kan zetten terug als trainer. Hè? En dat echt wel een beetje in de staart en blessuretijd. Hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Hè. Ik denk grote delen van de wedstrijd hadden we onder controle. Ik denk, we hebben als ploeg gespeeld vandaag. Dat is belangrijk. Omdat je zeker na die nederlaag van vorige week toch een reactie te laten zien. En, natuurlijk, we staan met lege handen daar. Hè. Je krijgt die goal binnen in de 91ste minuut, denk ik. En in onze situatie is natuurlijk, als je onderaan staat, komt dat eens zo hard aan. En waar ik hoop dat puntje mee te pakken, maar klein concentratieverlies helemaal op het einde. En het is prijs, dus we pakken dat punt niet mee. Dus ja, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Ik ben wel blij na twee dagen met de organisatie, maar het is wat ik tegen de jongens zeg. We leveren veel strijd, we stonden goed, geven bijna niks weg. Hadden momenten, eerste helft, schot van Schouterde, tweede helft, bal van Molenbergs op Schouterde die zijn controle mist. Dat zijn sleutelmomenten. En als je hem dan in de 93ste minuut pijnlijk weggeeft, doet het wel zeer. Ja, het einde doet het inderdaad zeer, maar daar kan je als ploeg, als trainer, weinig tegen inbrengen eigenlijk. Daar kan je niet veel tegen inbrengen, maar of het nu de trainer zijn schuld is of de ploeg, dat maakt me niet uit. Ik denk op dat moment moet je jezelf belonen. Je speelt tegen een goede ploeg die vandaag 34 punten heeft. Heel veel kwaliteit die op de banken, Akpala, et cetera, kunnen brengen. En uiteindelijk speel je een goede wedstrijd, organisatorisch. Maar als je hem dan nog verliest in de 92ste minuut, dan is dat pijnlijk. Ik zeg ook van, we hadden mentaal met een opsteken richting Leuven kunnen gaan. En dat hebben we vandaag nagelaten. Het punt was eigenlijk verdiend, hè? Ja, was verdiend, maar het is niet. Hè. Dus we staan met 0 punten daar. Wat de trainer ons meegegeven had in die 2 of 3 dagen training, hebben we redelijk kunnen omzetten. En daarom moeten we verder bouwen. En, dat is natuurlijk verschil. Hè. Als je onderaan staat en je krijgt die slag nu in de 90ste minuut, dan moet je even van bekomen. En natuurlijk is die ontgoocheling even daar in de kleedkamer. Maar woensdag is alweer de volgende match, dus dan moeten we weer klaar zijn. Oké, woensdag moeten we kijken wie er fit is. Er zijn een aantal jongens zoals Jordan Moustou, die vandaag heel diep is gegaan, had een beetje last. Dus we zullen kijken wie er fit is voor woensdag. Maar we hopen wel dat iedereen fit is voor zaterdag, want dat is veel belangrijker op dit moment dan de beker. We zullen woensdag onze sportieve plicht vervullen, maar zaterdag moeten we 100% fit zijn. Dat is natuurlijk een hele, hele belangrijke match. Niet de beslissende match, maar wel richtingwijzend zeg maar, naar de toekomst toe, naar de verdere matchen toe. Dus eigenlijk, een overwinning is eigenlijk een must daar. Ja, in ieder geval niet verliezen. Dus,
En natuurlijk gaan we dat proberen om, om de 3 punten mee te pakken. Welke dingen wil je nog graag veranderd zien tegen komende zaterdag? Dat we geen domme doelpunten pakken zoals vandaag. En dat we de momenten die we hadden, eerste helft en tweede helft, een paar momenten, dat we die benutten. Dat de efficiëntie omhoog gaat. Maar ik denk dat het blok goed stond, dat de organisatie goed stond. En daar moeten we verder op bouwen. En hopelijk worden we daar heel snel voor beloond.